In 1935 Tumo-Gersel in Brabant. Ik was 5 jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Mijn vader had radiodistributie of radiocentrale. Dat wil zeggen dat mensen via palen en draadjes en een knop, dus 3 zendertjes binnen konden krijgen van de radio. Iedereen kon geen radio kopen in die tijd. Dus dat was heel speciaal. Maar de Duitse inval die kwam in 1940 en een paar maanden aan de rand werd de radiodistributie gestolen door de Duitsers. Dit heeft altijd wel invloed gehad. Mijn vader was boos op die Duitsers. En hij verpleegde af en toe verzetsdaden waar hij nooit op betrapt is. Maar ik zeker weet met mijn broer en zuster dat ze gebeurd zijn. Waarom dan die interesse van mij naar de Tweede Wereldoorlog? Mijn vader had in een varkenshok een geheime kelder gebouwd waar je via het strooi weghalen een luik binnen kon gaan naar beneden en er stond een radio en dan luisterde hij dan naar Radio Oranje van koningin Wilhelmina. En op 6 juni, op een morgen, vroeg in de morgen, werd er tegen de luik aangeklopt en mijn vader, strooi moest weg, mijn vader kwam naar buiten toe en die zei, ze zijn geland in Normandië, Frankrijk. Hij haalde het propagandakaartje Europa wint op alle fronten door de Duitsers uit het reclameblad van de Duitsers, zou ik zeggen, het propagandablad van de Duitsers, een triplex plankje. En plaatste daarbij een naald met een knop, zwart knopspeltje, in de triplex op de plaats waar Bayeux lag, Normandië. Ja, we waren natuurlijk blij. We dachten, nou duurt het nog maar enkele maanden en dan zijn wij ook bevrijd. Maar helaas, pas op 27 augustus 1944 werd Parijs bevrijd. Nadien begon voor ons de ellende. Ik ben 6 maal naar Normandië. Ik heb er interviews gedaan met Duitsers, met Amerikanen, Canadezen, Fransen, over de werkelijke toedracht van die landingen. Hoe en waarom. En vond daar een stripboek. Een stripboek gemaakt 20 jaar geleden. Alleen Franstalig. Ik heb dat boek gekocht en meegenomen. En ik heb mijn handen en voeten heb ik er een vertaling in gezet. En heb ik al die tekstjes veranderd in de Nederlandse taal met toevoeging van mijn eigen interpretaties. En dit is het bewuste boek. Maar ja, het moest wel gemaakt worden voor het Nederlands. Dus in eerste instantie heb ik zelf dan een boek gemaakt. Zo. Naar aanleiding van dit boek zijn daar recensies over verschenen. In publicaties, in diverse bladen. Door contact op te nemen met de bezitter dus van de rechten van het boek, is het me nu mogelijk geworden om de Nederlandse taal dus in het boek te zetten. Dus wat gebeurt er nu na meer dan 70 jaar? Of hebben de Fransen het boek in de Nederlandse taal uitgebracht? En wat doe ik nu? Nu hoef ik ze zelf niet meer te maken, maar nu importeer ik ze. Ik doe daarbij een bijlage van de gebeurtenissen van een soort biografie, van de recensies en van mijn levensjaren in een aantal bladen, waaronder ook zit dus een Duitse soldaat die in 6 oktober 1944, 18 jaar en 3 dagen oud, hier in Goorland 2 kinderen redde. Weer een heel ander verhaal. Maar het mooie hiervan is dat na zoveel jaren dus een standbeeld gemaakt is. En een standbeeld voor een vijand in een ander land bestaat eigenlijk dus niet. Er is ook veel commentaar op geweest, maar inmiddels staat het tussen Riel en zijn grote verkeersweg Waalen-Nassau-Tilburg. Ik ben er toch een beetje trots op, dat ik na 4 jaar onderzoek dit heb kunnen maken. Het is uitgezonden op het programma Netwerk met een kijkersdichtheid van 1,5 miljoen. Dus toch ook behoorlijk. En inmiddels